Ik heb het trouwens net aangekleed en ik ga het ook laten zien, want anders vergeet ik het weer. Wij hebben lekker... Oh, kijk dat gezicht. Oh, dit is helemaal vaag. Goedemorgen, het is zaterdag en het zonnetje schijnt zo lekker naar binnen, echt, daar moet ik zo van genieten. Het is echt een felle zon zelfs, ik ga er heel erg zelfs van knijpen met mijn ogen. Dus als ik warm onder mijn deken lig, kan ik net doen of het zomer buiten is. Oh, en wat ben ik daar aan toe, maar goed, nog een paar maandjes. Ik zal eruit moeten gaan, zelfs net al naar beneden gaan. Stom bijtje aan het maken. Maar ja, zoals jullie weten, ik wil nooit onder mijn warme deken vandaan. Echt, ik vind het zo lekker. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En gelijk lekker muziek. Ja. Bij onze... Oh. Nou, bij onze Google. Wij hebben Google. Hey Google. Speel Suzanne en Freek. Zeg ik dat? Kijk. Ik speel Suzanne en Freek af op Spotify. Oké, okay, Google. Speel Suzanne en Freek. Ik speel Suzanne en Freek af op Spotify. Zie je het? Hij doet het elke keer. Hey Google. Volgende nummer. Het gaat naar het volgende nummer. Ze zegt maar, als je gaat, vergeet me niet. Dit is mijn lieve zanger. Ik zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Hey Google. Zet de muziek harder. Waarom nou mezelf? Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gebeld. Nu lig ik hier bij je. Zeg, wat is er nou? Oké, ik ga jullie laten zien. Ja. Kijk dan. 2 geroosterde broodjes. En rijsttafel met pindakaas. En paprika met druifjes. Heerlijk. En voor mezelf, mijn zelfgemaakte smoothie. Ga je daar zit nog een klein beetje in. Kijk hoe lief. Ik begin de dag met een verrassingsontbijt van Sarah en een cadealtje. Ja, en ook deze keer goed geroosterd brood. Ja, dit keer is die gelukt. Kijk Sarah, het pakketje. Wat je net aannam, dat is jouw pakketje. En eigenlijk weet je het al, maar ik denk dat je het vergeten bent. Ik weet volgens mij wat het is. Ja, want boeken. Dat... Ja. Echt, oh, kom. Ja, nog zijn het. Oh, ja. Ik denk, help je even. Ieder even uit. Yes, er zijn zoveel 52 en 65. Ja, die vier zijn leuk, hè? Dit is dus echt een aanrader voor jongere kinderen. Dit zijn deel 4 en deel 5 dan. De waanzinnige boomhuis. Die begint met 13 verdiepingen, dan 26 en zo gaat het verder. Ja, dat is leuk. Daar kon iedereen in verdwingen. Ja, Sarah is hier dus echt helemaal gek op. Dit zijn echt geweldige boeken. Ik had er al 3. Hey, en Sarah, weet je wat ik ook las gisteren toen ze ging bestellen? Nee. Er komt binnenkort een nieuw deel uit. Je hebt ze nog niet eens allemaal. En er komt binnenkort weer een nieuw uit. Ja, en kijk, dit is... dit zijn de jongens. Ik kan hier... Andy, dit is Andy. Dit is Andy en dit is Sterry. Oh, leuk. Sarah, ze gaan het aankleden. Ik heb het trouwens net aangekleed en ik ga het ook laten zien, want anders vergeet ik het weer. Ik heb deze trui aan. Wel grappig, want deze trui was ooit veel langer. Maar die is echt zoveel korter geworden. Terwijl ik hem echt niet warm was, maar hij viel geloof ik tot hier toen ik hem kocht. En nu is het een proeftrui geworden. Maar goed, deze heb ik aan. Die is van, ben ik even vergeten, Broek van Opus. En ik heb lekker wat toffeltjes aan, want... We gaan niet weg. Sarah gaat zo wel buiten spelen. En dadelijk krijgen we visite. Dus ik ga even lekker stofzuigen, dweilen en alles. En thee drinken. Uiteraard. Sarah heeft net lekker buiten gespeeld. En die is nu op de kamer een rekenblad aan het maken. Want die heeft een beetje te weinig aan de rekenen gedaan. Die vindt taal leuker. Dus elke keer schrijft ze de rekenen opzij. En denkt ze, nou mooi, ga ik weer taal doen. En ik heb even thee gezet. En mijn schoonvader komt zo. Dus, want Sarah en hij zien elkaar niet super vaak. Hij werkt vaak en hij woont wat verder.
En als hij vrij is, ja, normaal is hij natuurlijk ook school en zo, dus het lukt heel vaak niet. Dus het is wel heel erg leuk als ze elkaar zo weer even zien. Jan, jij bent. Ja, ja, ik weet het. Even kijken hoor. Eerst opendag gaan. Je mag mij niet raden. Ik heb een kamermeisje. Ik ben veilig. Wat moet je mij raden? Ja, maar of raden of duelleren kan alleen maar even kijken, kan alleen maar zeggen. Je kan ook duelleren. Ja, ja, ja. Ligt er aan welke kaart je hebt? Ja, duelleren kan altijd. Ja, tenzij je met een kamermeisje, met mij kan je niet duelleren. Nee, jij bent beschermd. Ik ben beschermd. Je kan geen actie met of tegen mij doen. Dus je kan alles wat je speelt, speelt. Sarah, heb jij de koning? Nee. Nou, ik ben dan wel beschermd nog, maar ik wil wel spelen in mijn ronde. Sarah, ben je een gravin? Nee. Dat ben ik. Ja. Ja, ik wou hem weer pakken. Je zit zo druk met koekjes. Echt. Mama. Priester. Ik wil jou zien. Oké. Oké. En ze maakt ook heel leuk bij de hand grapjes, want dan mag ze niet tegen iemand, omdat de kamermeisje zijn. Dan gaat ze zichzelf proberen te raden en zo. Te grappig. Natasja, heb jij de prinses? Je kan ook duelleren, hè? Altijd. Ja, nu als je die speelt. Ja, maar als ik denk, oh, dat kan alleen als je hem wacht. Dan laat je allebei je kaarten naar elkaar. Wie de laagste heeft, die gaat eruit. Had ik moeten doen, ja. Ja. Maar ja, wist ik veel. Ik dacht dat, maar dat kan altijd als je hem wacht. Dan kan je ook duelleren. Maar anders niet. Je moet wel de wachter hebben dan. Ben ik weer? Duelleren moet je een baron spelen. Oh, een baron? Ja. Wachter is alleen maar raden. Wachter is alleen maar raden. Nou, mama, daarna ben jij. Kan dus niet. Ik ben eruit gespeeld. Ik mag het van opa zien. Ik mag het van jou zien. Ja, maar niks zeggen. Ik kijk het ook al mee hoor, dus je hoeft niet stiekem te vertellen. Maar dat is ook niet. Ik heb het gezien. Ik ruil mijn hand met jou, Jan. En dat, dat gaat niet gebeuren. Ja, ik weet welke ik gaf, dus ik krijg die ander. Maar dan had je ook gewoon kunnen raden, toch? Ja, maar ik had niet opgeleid met de kaarten. En nu wist ik zeker dat ik de laagste weg gaf, omdat ik altijd hoger zat. Ja, maar jij had de koning en de gravin. Die is alleen met de koning en nee, de prins. Nee, dan raden opa jou. Dan raden opa jou. Ja, maar ik wist niet zeker, want ik had niet heel goed opgelet deze ronde, wat opa in zijn hand had. Maar als ik ging ruilen, ik wist dat ik dan een 1 weggaf. En het was de laatste kaart. Dus dan met het duel was ik altijd hoger, Sarah. Ja, klopt. Sarah, jij moet ze ronddelen. Voor het laatste muntje. Alleen jullie kunnen niet meer van mij winnen, want ik ging een beetje goed vandaag. Wij hebben lekker ijs voor na het eten. Niet voor jou. Ik heb ook, nee, er zijn 4 ijsjes, we zijn met z'n vieren, maar dat heeft niks te maken met En er zit er voor iedereen een koekje. Oh, even rustig, rustig, mop, rustig. Okay. Voor wie is wat? Dat. Deze is voor opa, papa. Denk ik. Nee, voor papa. En dan is deze voor opa. Twister. Wie heeft die? Ik heb deze. En ik heb een soft ijsje. En deze, jij hebt hier 1 koekje. Voor mij, voor opa. Oh. En dan hier. Kopje voor jou. Die is van mij dan deze. Nee, die is van mij. Nee. Oh, kijk de gezicht. Grapje, schat. Ik ga toch jouw ijsje niet pikken. En nu is het tijd voor Walking Dead. Jij weet Tosti, toch? Weer. Ja. Tosti en stokbrood voor mij. Yee. Jam, jam, jam. En nu ga ik me lekker klaarmaken voor bed. Oh, dit is helemaal vaag. Nu is mijn scherm licht, terwijl ik heel weinig licht aan heb staan. En soms heb ik heel veel licht aan staan en ben ik donker. Nou, als jij het nog snapt, snap ik het ook. Maar goed, ik ga naar mijn bed toe. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen. Doei doei!